En deze plek, dat voel ik, gaat ook over thuis. Toespraken. En als je kinderen vraagt... Vandaag is de dag. Muziek. En theater. En dat alles onder toeziend oog van prinses Laurentien. Die vervolgens ook nog de officiële opening voor haar rekening nam. Het geeft toch echt cachet aan zo'n opening als iemand van het Koninklijk Huis bereid is om te komen. Als je kan laten zien wat we hier in Zwolle hebben. En als het dan ook nog eens de prinses is die van lezen en taal is. Wat natuurlijk een onderdeel is van waar wij voor zijn. Ja, dan voel ik me wel helemaal vereerd dat zij de moeite neemt om hier naartoe te komen. Een feestelijk programma. Maar de weg naar de opening zat vol hobbels. Met name door de enorme hoeveelheid asbest die gevonden werd in het pand. Ik moet zeggen dat ik het altijd ervaren heb van hoe grote hobbels soms ook waren. Dat we met z'n allen wel een doel voor ogen hadden. En of je nou met een gemeenteraadslid sprak, of met een collegelid, of met de GGD, maakt niet uit. Iedereen had wel zoiets van, ja, maar dit moet wel heel mooi gaan worden. En dat helpt. Het gebouw werd voorheen gebruikt door de GGD. En daar heeft de burgemeester niet al te mooie herinneringen aan. En het was eigenlijk een beetje een saai kantoorgebouw, dus ik ging erheen omdat het moest. En nu ga ik erheen omdat het leuk is. Ik wist niet dat al die tussenmuren zijn eruit. Je hebt hele lange zichtlijnen. Je kan overal naar buiten kijken. Het is licht. Een heleboel werkplekken, een heleboel ontmoetingsplekken. Ik vind het fantastisch geworden. Het gebouw is vanaf morgenochtend geopend voor het grote publiek.